Ja, toen kwamen we erachter dat Skyway voor ons voor vanavond ingepland had. En waar wij helemaal niet op de hoogte waren. Dus we zijn heel snel gaan starten. En om het allemaal klaar te maken, om jullie het toch te kunnen vertellen. We gaan dit opnemen. En ik zet hem even. Oh ja, hij is al opgenomen. We gaan dit opnemen. En dan zetten we het in de Skype-groep. En in de webinars, in de WhatsApp-groepen, zodat iedereen nog terug kan luisteren. Maar voor nu gaan we dus de presentatie nu doen. Dus welkom allemaal. En ik ga de dingen even vertellen die nodig zijn. Even wennen weer. Ik ben Nettie Sommers. Ik ben in 2016 gestart met investeren in het bedrijf Janinski String Technologie. En sinds juni 2020 ben ik eigenlijk lid van de communicatiegroep van Nederland om te zorgen dat Nederlandse investeerders in de eigen taal op de hoogte gebracht kunnen worden over de laatste ontwikkelingen. En ik ben dus een van de communicatiepersonen. En Earl en ik zijn degene die om de beurt een presentatie geven voor Skyway Systeem. En Earl houdt ook de website bij van de Facebookgroep en de Skypegroep gedeeltelijk. Dus als er vragen zijn, dan kan hij ze daar ook altijd in beantwoorden. En daar zetten we alle officiële nieuwtjes in. Geen roddels, maar gewoon alle officiële nieuwtjes. En waarom is Skyway zo interessant? Omdat het goed is voor het milieu. Op dit moment is het milieu er heel slecht aan toe. We moeten er rekening mee gaan houden. En vooral de uitstoot van vuile stoffen, de luchtvervuiling, die is heel erg groot en dat is niet goed voor onze aarde. En heel veel landen maken al afspraken om dit te gaan veranderen. En Skyway is eigenlijk al jaren bezig om dit te doen, want de heer Anatoly Yunitskiy, die heeft dat 40 jaar geleden al gezien. Hij is geboren in Tsjernobyl. En de ouderen onder ons, die weten precies wat daar gebeurd is. En vanaf toen is hij bezig geweest om te kijken, hoe kan ik de aarde gezonder maken? En daar is hij mee bezig en dat ga ik u vanavond vertellen. En wij zijn bijna allemaal mensen die op dit moment er gewoon een aandeel in hebben. Een aandeel om dit netjes de wereld in te helpen. En omdat wij hier zo vlug bij betrokken zijn en het bedrijf ondersteunen, omdat er toch veel tegenwerking is geweest, hebben wij later ook de voordelen ervan. En dat is gewoon heel mooi. En wereldwijd is dat probleem erger als hier. Want die luchtvervuiling, die zorgt niet alleen dat de lucht vuil is, maar natuurlijk ook dat onze stoffen die we inademen niet goed voor ons zijn en dat we daardoor ziektes krijgen. En als je ziet dat de heer Anatoly Yuninsky vanaf 1978 tot nu 2021 bezig is geweest hiermee en het voor hem eigenlijk tot een hoogtepunt komt op de Wereldexpo die in oktober begint en tot april 2022 zal duren. En daarin heeft hij een grote stand, hebben we begrepen. En wij hebben nu gevraagd of het mogelijk is dat we een keer daar mogen gaan kijken, dat daar een algemene dag of dagen komen, dat wij daar gezamenlijk met alle mensen die bij dit project betrokken zijn, daar gezamenlijk mogen gaan kijken. Hoe mooi is het als we samen daar een training krijgen van de heer Anatoly Yuninsky zelf? Hebben wij een paar jaar terug ook al gehad. En dat we dat nu gaan krijgen in de Arabische Emiraten en we daar naar het park kunnen gaan kijken. Wij hopen er allemaal op dat dit gaat gebeuren. En dit is hij, de heer Anatoly Yuninsky, in het midden toen hij heel jong was, toen hij ermee begon. En linksboven zie je hoe hij nu is. En rechts zie je in feite naast hem, naast het middenplaatje, hoe hij als eerste begonnen is met een grote vrachtwagen die over een rails heen te laten rijden. En wat we dan zo meteen allemaal gaan zien, dan is het een wereld van verschil wat er toen begonnen is, waar men toen mee begonnen is met de vrachtwagen over een rail rijden, wat ze toen geweldig vonden en wat er nu eigenlijk gemaakt is. Zo geweldig. Doordat hij zoveel jaar mee bezig is geweest al, heeft hij inmiddels nogal wat projecten gedaan en is hij lid ook van de Verenigde Naties en van de Kosmische Federatie van de USSR. En hij is auteur van 140 uitvindingen,
18 monografieën en meer dan 200 wetenschappelijke projecten. Hij is onderscheiden met gouden medailles, met diploma's en de internationale prijs Golden Charlotte, die hij in 2009 en 2011 heeft gekregen. En ook in 2018 heb ik gezien dat hij dat beeldje wat je hier rechts in het midden ziet, omhoog hield. De foto daaronder, zie je dat? Sorry. Dan zie je dus dat hij iets omhoog houdt. Nou, dat is het beeldje wat je in het midden ziet staan. Dus daar was hij super, super trots op. En overal in de wereld moeten we rekening houden met het milieu. En als je hier rechts het foto ziet, het plaatje, dan zie je hele andere modellen die over rails heen rijden als zojuist die vrachtwagen. En daar gaat het nu om. Want deze verbruikt veel minder plaats. Hij verbruikt veel minder materialen om te bouwen. En hij is veel milieuvriendelijker. Hij gaat door de lucht. Er kunnen geen ongelukken meer gebeuren. En dieren kunnen eronder ook blijven leven. Die kunnen dus hun leefomgeving veilig gebruiken. Dit zijn een aantal modellen die ontwikkeld zijn en gecertificeerd. Middenonder zie je de container. Daar ga ik straks niets meer over vertellen. Het plaatje daarboven, precies in het midden, zie je de containersvervoer over een natuurgebied gaan. En dan zie je eigenlijk hoe veilig dat het is. Hier hoeft geen weg aangelegd te worden. De bossen hoeven niet gekapt te worden. En er overheen gaat geruisloos een vrachtwagen telkens. Hier zie je een heel aantal vrachtauto's, om het zo maar te zeggen. En rechts naast dat plaatje zie je de container op een ponton en een weg eronder door. En dit is wat wij als toekomst gaan krijgen. En wij zijn er een klein onderdeeltje van. Dat is toch mooi? Wat wil de heer Juninski hiermee bereiken dus? Een beter leefmilieu voor dieren, het versnellen van transport, het oplossen van files, zoals je ziet links het plaatje, files eronder en erboven kan het vervoer gewoon doorgaan, er wordt niet gehinderd door ander verkeer. Alles is geïnspireerd en georiënteerd op groene energie. Daarnaast hebben ze ook een opleidingscentrum voor de opleiding van medewerkers in Minsk, maar ook in de Verenigde Arabische Emiraten. Er zijn studenten van de universiteit, die krijgen daar les in. Die komen ook in het gebouw, in het ecohuis, om daar les te krijgen. En er zijn inmiddels al studenten afgestudeerd. Het park zit daar ook vlakbij een studentenuniversiteit. Nou zeggen heel veel mensen, ja, maar dit bestaat al heel lang. Klopt, het beeld bestaat, maar niet de techniek. Want links boven het plaatje, dan zie je in Duitsland de kabelbaan, zegt men. Maar er zijn pogingen ondernomen om dat te doen, maar dat is in feite een weg ondersteboven. Ze hebben de wielen aan de bovenkant neergezet. Dat zie je het tweede plaatje, zie je dat ook in China. Een tram, ook met wielen aan de bovenkant. Het neemt op de grond inderdaad geen plaats in. Maar dat is het enigste verschil, want hij stoot nog net zoveel gevaarlijke stoffen uit. Het is niet milieuvriendelijk, geen CO2-neutraal. En dan de onderste twee plaatjes, dat zie je in de bergen met wintersport. Dat is eigenlijk een kabelbaan. Maar een kabelbaan, dat is ook heel anders, want die wordt voortgetrokken, het woord zegt het al, met een kabel. En die kan nooit geen snelheid maken. Die wordt gewoon door een kabel voortgetrokken. En gaat er een kabel kapot, dan gebeuren er grote ongelukken. Zoals we een week of twee terug, denk ik, ook al gehoord hebben. Dan vallen er vele doden. Dus dat is heel erg. En dus wij als Skyway hebben een ander systeem. Wij hebben een motor. Dus het wordt niet voortgetrokken met de kabel. En als er een wagon stilvalt, dan kan een volgende wagon hem meenemen. Daar hebben we straks ook nog plaatjes van. Maar dit systeem wat je hier ziet, wat Skyway heeft en waar wij dus allemaal een stukje onderdeel van zijn, die heeft een motor die zelf energie opwekt, die geen CO2 uitstoot en die dus veel en veel milieuvriendelijker is. Linksboven zien we de high-speed unibus zoals we die in Berlijn hebben gezien. En dan linksonder zie je de verlengde Unicar. De middenstukken kunnen steeds een aantal tussen en die kan uitgebreid worden tot 250 passagiers. In het midden zie je een transportband. Dat kan ook van bijvoorbeeld een mijn, kan er kolen of ander materiaal naar een fabriek gestuurd worden om daar verder verwerkt te worden. En rechts zie je een unitruck
En die kan bijvoorbeeld zand vervoeren en dat weer in een, op een plaats lossen. Hoe wordt dit gebouwd? En waarom is dit zo'n voordeel? En als je dan hier kijkt, een voorbeeld. Je ziet het bovenste plaatje, zie je een rivier en je ziet een berg. Als je een treinspoor aan gaat leggen, dan moet die weg geëgaliseerd worden. Dan wordt de berg in feite afgegraven, of er wordt een gat erheen gemaakt. En de rivier die wordt gedempt. En dan krijg je een egale, gladde weg. En dan zie je de vogels in de bergen kunnen niet meer hun plaats vinden. De dieren in de rivier die zijn weg. En dat is dus een hele grote aanslag op het ecosysteem. Daarnaast gaan ze een meerlaagse fundering leggen om een 2 meter brede spoorstructuur aan te leggen. Maar die hebben ze 2 keer nodig. Een lijn voorheen en een lijn voor terug. Dus er wordt 2 keer een spoorstructuur aangelegd van 2 meter breed en ook nogal een diepte, want het moet stevig zijn. En pas daarna kan er het rollend materiaal overheen. En wat doet het systeem van Jeninske Stringtechnologie? Die zet de pilaren neer en dan worden de kabels overheen gelegd. En die pilaren hoeven helemaal niet dik te zijn. Bij een wegbedding heb je van die dikke pilaren. Maar Jeninske Stringtechnologie heeft voldoende aan een smalle, stevige rechte paal. En daar worden dus de kabels overheen getrokken. En dan worden ze strak getrokken, zoals eigenlijk bij een gitaar. En koordlopers, zie je ook, die lopen ook eens zo'n koord. En die wordt dan ook aan het uiteinde vastgezet. En dat gebeurt hier eigenlijk ook. Want als je de kabel strak trekt, moet die natuurlijk ergens weer geplaatst worden. En die wordt dan verankerd, om het goed te zeggen. En bij een gitaar zie je dat ook, worden ook die snaren worden vastgezet of ooit aangedraaid. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde systeem, alleen een beetje in het groot, zoals Jeninske Stringtechnologie dit bouwt. En dan zie je, de rivier blijft de rivier, de berg blijft de berg. Ik heb inmiddels begrepen dat er al overkappingen kunnen zijn van de ene pilaar naar de andere van 288 meter. Dat wordt nu in het in Charwa getest. Als je dan die lijn hebt staan en hij is verankerd, dan kan er ook nog een stijf omhulsel overheen. Dan krijg je een unieke, strakke, stijve spoorstructuur. Dan is je niet meer doorgebogen, maar stijf en recht. Men gebruikt ook nog wel het doorgebogen systeem, maar dat is voor het lichte vervoer. Voor het zware vervoer wordt dus stijve, rechte omhulsel omheen gedaan. En dan kan men containers en alles mee vervoeren. En dan zie je aan het plaatje hier rechts, dan zie je binnenin de snaren in zitten. Daaromheen zit dus een stijf omhulsel. En eroverheen zit dus nog een extra laag en die is heel sterk. En die laag zorgt ervoor dat het systeem 100 jaar kan draaien. En er is dus weinig onderhoud voor nodig. En ook ontsporen is heel moeilijk, is haast niet te doen. Want het beveiligingssysteem, daar zit een ontsporingssysteem in. En in die oranje rondjes zie je dat de rails, de wielen bovenop, die worden tussen de rails gehouden via de ontsporingssystemen die in die oranje rondjes zitten. Dus het is heel veilig om te reizen. Maar om de belasting op de spoorstructuur nog verder te verminderen, kan men het ook nog wat anders doen. Dan kan men de capaciteit verhogen door wagons los te koppelen. Dan kan men ook sneller in en uitstappen. En dan is de belasting nog veel minder. En dan kan het nog veel minder materiaal nodig hebben om te bouwen, om te gebruiken. En elke 10 seconden kan zo'n wagon, als je dat gemiddeld gaat tellen, reizen. Dus dan gaat er heel veel wagons, heel veel passagiers kunnen eigenlijk reizen in een uur. Dat is gewoon heel mooi. Er is nog een mogelijkheid. Als je kijkt, de middelste is, kun je zien als een flat, een torenflat, een gebouw. En daar heb je meerdere woonlagen. Als je nou door een deel van een woonlaag een kabel trekt, met ervoor en daarna een pilaar. Er leeft een heel mooi woord voor, maar dat weet ik niet meer. Maar die pilaar die bouwen ze. En daar gaat de kabel doorheen en dan door het gebouw, dan komt er geen belasting op de fundering van het gebouw.
En dan kan men in het gebouw een opstapplaats maken voor de wagons. En verder reizen zonder dat er iets aan de fundering van, of aan iets van een gebouw veranderd moet worden. Dus men kan heel makkelijk een nieuw station bouwen in een al bestaande stad. En ook in bergen of op moeilijk begaanbare plaatsen kan men bouwen zonder daar een weg aan te leggen, zodat de ecosysteem eigenlijk belast wordt. En dat doen ze door vliegende drones. En die heb ik al gezien in 2, 3 jaar geleden in Belarus. En die heeft dus totaal geen plaats voor een persoon om te besturen. Je ziet ook als je dat plaatje bekijkt, er is geen ruimte om een stoeltje neer te zetten. Er zitten gewoon allemaal hangen er van de batterijen onder. En men kan het op afstand besturen. Dus dat is gewoon heel mooi. En daarmee kan men dus bouwen op plaatsen waar men anders moeilijk kan komen met ander materiaal. Hier zie je even de verschillende spoorstructuren die er zijn. De bovenste is dus de stijve spoorstructuur, de enkele. En de middelste is de dubbele spoorstructuur en de onderste is dus de doorgebogen spoorstructuur. Dan zie je bij de bovenste dat daar dus die stijve spoorstructuur is waar de bekabeling in zit met die hele stijve harde bovenlaag. En de onderste, heb ik daar nog een plaatje van, als daar een bril op ligt, zo smal is dat, het is nog smaller als een bril. En dat is voor het lichte personenvervoer. Dus dat is gewoon heel mooi. Hier zie je de doorsnee nogmaals linksonder. En dan zie je waar mensen bij staan, dan zie je toch dat die stijve spoorstructuur totaal niet groot is. Het kan allemaal met zo min mogelijk materiaal, kan men dit bouwen. En hier heb je het plaatje met de bril waar ik het net over had. En dan zie je hoe dun dat het is, die flexibele spoorstructuur. Er zitten ook gewoon kabels erin, maar het is allemaal minder. Maar met die bekabeling kunnen ze gewoon alles heel sterk maken. En die bekabeling wordt geleverd door een bedrijf uit België. Maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Want ze zoeken in elk land de beste bedrijven om mee te bouwen. Hoe mooi is dat? Maar ze hebben ook de luchtweerstand heel goed getest in hun materialen en in hun wagons. En de aerodynamische luchtweerstand die je hier bij deze auto ziet, die is aan de voorkant heel mooi, vloeiend. Maar aan de achterkant krijg je die luchtcirkeling, die weerstand. En dat is minder. En als je dan kijkt wat het Skyway-systeem heeft gedaan, de wagons, die gaan door de lucht. Dus de lucht kan er onder en boven door. Bij de auto zie je dat je lucht op de grond in feite heel erg botst nog met de auto. En dan hopen ze door heel veel schuimte te hebben dat die lucht er vloeiend overheen gaat. Maar achter krijg je die cirkeling. En dat krijg je dus bij de high-speed unibus niet. Die gaat er heel vloeiend doorheen. En daardoor kan hij ook veel meer snelheid gaan maken. Die kan tot 500 km per uur. Het wordt dus totaal niet beïnvloed door die wervelstormen die achter een auto gaan. Dit is de high-speed unibus in bedrijf, in het park in Minsk. Een foto die wij gemaakt hebben. En deze originele mooie vloeiende romp, die maakt het mogelijk om die eigenlijk unieke onbereikbare prestaties te behalen. En dan zie je hiernaast de kenmerken van twee voertuigen. Sorry. En dan zie je 14 personen kunnen in een personenwagon waar mensen kunnen staan en zitten, die 100 km per uur snelheid kan halen. En een lengte van 100 kilometer. En dan gebruikt hij maar 0,12 kilogram pas per 100 kilometer. En die snelheid van 100 kilometer. En daarnaast de high-speed unibus, die verbruikt maar 0,93 met 6 personen met een afstand van 100 kilometer, maar een snelheid van 500 kilometer. En dat is dus zonder de vervuiling die erbij is. Dit gaat zo uniek worden, dit gaat zo groot worden. Wij weten niet, hebben ze al tegen mij gezegd, waar wij eigenlijk in aan het meedraaien zijn nu. Dit is iets wat bijna nog niemand weet en wij zijn een van de weinige eerste die dit kunnen begrijpen. En nog eigenlijk niet kunnen begrijpen, maar wel weten waar het over gaat. En over een paar jaar weten we misschien van, goh, we hadden toen helemaal niet door hoe goed dat dit was. Maar alvorens de markt te betreden, moet elk voertuig moet die getest worden. En niet één keer, die moet aan vele tests voldoen.
En niet alleen de snelheid en al die soort dingen en veiligheid, maar ook alle materialen en dingen die er als onderdeel voor gebruikt worden. Dat moet allemaal getest worden. En dan krijgen ze daar certificaten voor. En ook patenten. En een patent, dat wil zeggen dat je 15 jaar dit mag bouwen zonder dat de concurrentie hetzelfde systeem mag gebruiken. Dus dat wil zeggen dat Skyway gewoon heel veel voor ligt door deze manier van bouwen nu te hebben ontwikkeld. Ze hebben dus onderscheiding ook gekregen daarvoor, diploma's gekregen, patenten. Dit is een klein greep eruit, hier nog een pagina met een aantal van die dingen. En als je in het park kijkt daar in het park in een van die gebouwen, zie je ook de namen op het plafond staan van mensen die geïnvesteerd hebben tot april 2017. Maar daar hangen aan de muur ook alle certificeringen, certificaten die de heer Juninski ontvangen heeft per jaar. En dat is uniek om dat te zien en hoeveel dat daar dan hangt. Geweldig. Maar als je hier kijkt, dan zie je ook dat je bij die pijl, dat daar dus een goedkeuring is van een van de experts in het VN-programma voor duurzame ontwikkeling. Hoe geweldig is dat? Er is in 2019 is daar op het park ook een bijeenkomst geweest van alle belangrijke mensen die daar iets meer over wisten. Maar nog mooier, want men zegt van ja, maar Europa, hoe zit dat? En dat mag helemaal niet. Mensen uit België die hebben dat ook heel dikwijls, die zeggen van ja, maar in België mag het niet. Kijk hier eens waar die pijl naartoe wijst. Brussel, 16 februari 2018. Een goedkeuring. Certificaat van 2018 dat het goedgekeurd is voor de Europese Unie. Dus we gaan gewoon verder en we luisteren helemaal niet naar de mensen die zeggen dat het niet kan. Het kan en het gaat gewoon door en het is gebeurd. En dit gaat voor ons heel mooi worden en wij moeten hier gewoon ons eigen niet door van de wijs laten brengen. Dan zijn er ook mensen die heel technisch zijn en die willen weten, willen begrijpen hoe het werkt. Nou, als je in je account gaat, dan staat er ook ergens in je account, kun je dit allemaal vinden. Alles staat precies omschreven, hoe de techniek werkt, hoe alles werkt. Ik heb daar zitten kijken, ik snap er helemaal niks van, maar techneuten zullen dit heus wel snappen. En als die gaan kijken, ik heb iemand laten kijken die zei van, wauw, dit is geweldig. Dus nou ja, dat geloof ik dan ook maar. Maar wij kunnen ergens anders kijken. En dat is op de website van de RSW Systems. En daar wordt telkens omschreven wat er weer gedaan is, welke vooruitgang er weer is geboekt. En dan kun je ook alles aan lezen en jezelf heel veel op de hoogte houden in algemene zin. Wij hoeven totaal geen verstand te hebben van de techniek. Wij moeten gewoon weten dat dit geweldig is, dat dit komt. En dat wij hier een onderdeeltje van zijn en dat wij hier nog dadelijk heel veel fijne vruchten van kunnen gaan plukken en ons leven drastisch zal gaan veranderen. Dat is geweldig. Hier zie je een aantal modellen. Rechts zie je hoe ze gemaakt waren destijds op de computer. Er zijn er mensen geweest die zeiden, ja, het is op de computer, maar zijn niet in het echt. Nou, links staan ze allemaal in het echt, zijn allemaal getest, gecertificeerd en goedgekeurd. En die worden nu allemaal nog getest en er wordt al nieuwe gebouwd. Dus je ziet gewoon heel veel verschillende modellen. Vanaf de eenpersoons tot eronder in de 250 persoons. Hier hebben we nog een aantal. En dan zie je de tweede is de High Speed Unibus. En dan de derde en de vierde, dat is voor de industrie. En voor de industrie hebben we ook nog de containervervoer. Maar die heb ik zo meteen er nog wel bij. Maar door het jaar wat eigenlijk vertraagd is, door het corona vervelende pandemie, hebben ze het vervoer voor de industrie verder naar voren gehaald en dat verder ontwikkeld. Dus ze zijn niet stil blijven zitten, ze zijn andere dingen gaan doen. En dat is voor ons voordelig geweest. Oh, hier hebben. Hier zie je dus de Unicont. En in het midden zie je dus hoe die gemaakt is voor op de computer. En rechts zie je hem in het echt. Deze is een foto die nu getest wordt op het Ecopark in Charua. En er staat op, het kost $1 per ton per kilometer. Dus elk bedrijf kan uitrekenen hoeveel ton gaat er in een container en wat kost het me per kilometer om dit te bouwen. Hoe mooi is dat? Of te bouwen, te vervoeren. En in het midden zie je de Unitruck. Die is ook ontwikkeld, wordt ook getest. Daaronder nog een Unitruck U431. En daaronder zie je de transportmodi voor vrachtvervoer met een lopende band. Allemaal modellen die allemaal extra ontwikkeld worden,
Want het blijkt dus dat het vervoer voor de industrie er eigenlijk nog veel meer vraag naar is als voor de passagiers. Voor passagiers was veel meer vraag, maar dit nog meer. En dat er veel bedrijven zijn die dit op hun eigen industriepark zelf kunnen laten bouwen. En die hebben geld, die willen eigenlijk besparen. Dus die zeggen, wij hebben geld, zeg maar wat het kost en wij willen het. En zo is er voor ons al een gesprek geweest met mensen in België, bij de haven in België. En daar de gesprekken zijn gestopt op het moment toen ze wilden weten wat het kostte. Dat wist Skyway nog niet, want dat moet nou berekend worden. En op dit moment zijn ze aan het testen om te kijken hoeveel kost het, wat gaat het kosten, wat gaat het kosten om te bouwen, om dit te vervoeren. Die testen worden nu gedaan en die zullen nog wel tot het eind van het jaar duren. Maar op het moment als Janinski stringtechnologie in Antwerpen kan gaan vertellen, dit kost het per kilometer om te bouwen, dan hoeven hun alleen maar ja te zeggen. Ze hebben ook gezegd dat er totaal geen concurrentie is. De enige concurrentie die er was, is van 15 jaar geleden en die was veel te duur. Ze zitten op Skyway te wachten. En ze hopen dat ze heel snel komen om dit te vertellen en er kan daar gebouwd worden. Dat is voor ons dichtbij het land in België, maar ik zie hier ook mensen uit België in zitten. Dus voor jullie is het in jullie land. Hoe mooi is dat? Dat wordt geweldig. En om dan even te kijken, de prijzen naast elkaar te leggen, de bouwkosten. Als je Skyway gaat bouwen of je gaat de railway of voor de vrachtwagen bouwen, dan zie je dat Skyway veel goedkoper is in bouwen. Maar daarnaast de milieuvervuiling ook veel en veel minder is als die voor de vrachtauto. En als je de twee onderste plaatjes bekijkt, hoe donker en vervuilend zijn die? En als we dan de volgende pagina bekijken, dan zien we de twee onderste, drie, derde ook. Dit is Skyway. En dan zie je hoe schoon het is, hoe mooi het is, hoe schoon het is. En in een fabriek, het onderste plaatje, dan kunnen ze gewoon met de containers in de wagon zetten, in de Unitruck. En die invoeren via de blockchain waar hij heen moet. En ik kan zo dadelijk naar de plaats van bestemming om daar uitgeladen te worden en weer verder vervoerd. Dus er hoeven veel minder vrachtauto's op de weg. Voor bedrijven is het veel goedkoper en men kan zelf veel meer beslissen wat er gebeuren moet. En ongelukken zullen veel en veel minder voorkomen. En daar gaat het toch om. En als je dan hier kijkt, dan zie je hier twee wagons die aan elkaar zitten. En dat komt omdat men heeft laten zien hoe ze laten testen als er een wagon stilvalt. Dan hoeft hier geen vrachtwagen met een touwladder of wat dan ook te komen om mensen uit benarde situaties te halen. Geen probleem, de volgende wagon die komt, die koppelt aan en die duwt hem vooruit of trekt hem mee. En die neemt hem mee naar een plaats in een station om daar de mensen uit te laten stappen. Dat is gewoon heel mooi. Nou wil ik even ook iets nieuws vertellen. En als jullie dit plaatje bekijken, helemaal achteraan, daar zie je een gebouw. Ik weet nog niet precies wat het is. Ik weet wel dat dit een soort vakantiepark wordt, een vispark voor mensen die gaan vissen. Daar komt de eerste lijn van 1125 meter, waar mensen voor moeten betalen om vanaf de weg hier naar deze vijver te komen. Hoe het allemaal precies zit, weten we nog niet. Is nog niet helemaal bekend. Maar hier komt het eerste traject wat daar naartoe gaat. En daar staan huisjes. Dit is nog een oudere foto, maar we hebben op foto's gezien dat daar meer huisjes staan en meer dingen allemaal. Dus er zal heel snel meer duidelijkheid komen. Maar dit is iets nieuws achter op die foto. Ik heb nog nooit zo'n duidelijke foto gezien als deze. En we gaan hier meer van horen de komende tijd. Dus dat wordt nog even spannend. Als we hier kijken naar het Skyway transportsysteem, dan zie je bovenin de high-speed Unibus en onderin zie je dus de Unibus. Bovenin zie je de high-speed Unibus en onderin zie je de Unicar. En beide zijn voor passagiersvervoer. De onderste kan 150 km per uur en de bovenste die kan tot 500 km per uur halen. En het station daarachter, daar kan men opstappen. En daar zo'nzelfde soort station komt straks ook een stukje verder naast het park, waar mensen gewoon echt commercieel mee naar de vijver kunnen rijden,
Dus daar moeten ze voor betalen. Dat zal zeer binnenkort komen. Ik weet dat ze daar al die pilaren gebouwd hebben. Kan ik zo meteen ook laten zien. Maar er zijn twee prioriteitsrichtingen die nu belangrijk zijn. En dat is dus de Unibus voor personenvervoer met 25 zitplaatsen en de Unicons. En dat is een staand en hangend containervervoer. Het geluid, dat is heel belangrijk op dit moment. Daar zijn ze nog aan het werken, want ze willen het nog geruislozer maken. En er zijn drie verschillende soorten van geluiden. En het belangrijkste geluid zit in de railwielen, maar ook nog in de apparatuur in de motorruimte en het aerodynamische geluid wat je hoort. En in de rondjes zie je een soort isolatie en dat is om het geluid te absorberen. En dat is vooral nodig voor hoge snelheid. En het laagfrequente geluid komt van spoorwielen. En een chassisbureau heeft zich mee bezig gehouden en die heeft trillingsisolatoren toegepast om het geluid te verminderen. En dat zie je rechtsonder in dit plaatje, dat rondje. In dat rondje daar zie je een geel streepje, maar daar zijn ook bouten op iets aangebracht. En dat is allemaal gedaan om het geluid, wat eigenlijk al heel weinig was, nog veel meer te verminderen. Dus dat het nog veel geruislozer wordt om te vervoeren, dat je het eigenlijk haast niet meer hoort. Hier heb ik het plaatje even vergroot. En dan zie je dat de hoofdankersteun en de steun geïsoleerd van elkaar zijn door het gele gedeelte. En dan zie je ook daar schroeven in. En die schroeven die zijn ook ergens belangrijk voor. Technisch weet ik niet zoveel van. Maar bij een elektrische spanning van 1000 watt kunnen ze een longitudinale kracht van enkel 100 ton aan. Dus dat is gewoon heel veel. En de longitudinale kracht is verticale krachten en de dwarskrachten en de langskrachten. Wat gebeurt hier nou? Ik heb die ze niet gevonden, dat is raar. Oh, hier is hij. Het transport op de snarrails beweegt zich boven wegen en water en zonder andere vervoerswijze te verstoren. Dat wil zeggen, die auto's die je eronder zit rijden, kunnen gewoon blijven rijden. Ze hoeven voor een kruising niet te wachten, zoals als het op de grond was. De vrachtauto's, zomaar te zeggen, die gaan er overheen. En het andere lagere vervoer gaat er onderdoor. Het middelste plaatje zie je ook dat het over het water heen kan, zonder daar veel schepen heen te laten varen. En rechts zie je dat het ook door de bergen heen kan. Dus bergen, bossen, water, het zijn geen van alle obstakels. En het onderste plaatje, dan zie je trekroutes van dieren worden niet geblokkeerd. Want als je goed kijkt, zie je op de weg, op die bandenwielen, de sporen, daar zie je twee kangoeroes staan. Als dit een snelweg was, hadden ze daar niet lang gestaan. Nu kunnen de dieren in hun eigen habitat leven zonder verstoord te worden door auto's of door ecoducten waar ze overheen moesten. Ze kunnen gewoon doorgaan en ze kunnen hun leefgebied behouden. Hoe mooi is dat? En ook heel belangrijk, de vruchtbare grondlaag die er is, die wordt niet vernietigd doordat er weg aangelegd wordt. Dat is ook heel belangrijk. In 2018 was er in Berlijn de Inotrans. En daar ben ik geweest. En dat was wel heel mooi om te zien. Een hele mooie stand. Rechts onder het plaatje zie je de stand, Skybase stand. En daar zie je heel veel mensen in. Het is nog veel drukker geweest, maar dit is een foto dat je op de achtergrond nog de Highspeed Unibus kunt zien staan. Maar het plaatje linksonder, dat zijn mensen uit de stand er tegenover. En die keken vol verbazing naar al die mensen die in de gang stonden en in de stand van Skyway, hoe druk dat het was. En niemand bij hun. Zij hadden niks te doen. Die begrepen er helemaal niks van. Maar ja, het was natuurlijk onmogelijk om langs zo'n voertuig te lopen zonder te kijken wat dat nou weer was met die punt voor en achter. Dat hadden mensen nog nooit gezien. Dus het was wel heel leuk, die stand. En in die stand stonden ook de motors en ook de rails. Die konden we allemaal zien. Hier zie je door die hand van die man dat die motor in feite best wel heel klein is. Maar dat die toch wel heel veel kracht kan hebben. En dat is gunstig voor ons. En dit is het kantoor van Skyway. Het nieuwe kantoor rechts. Maar de foto links is nog van het oude kantoor. Mensen zaten zo dicht op elkaar te werken. Er was geen doen meer. Dus ze hebben het oude kantoor verlaten. En het nieuwe kantoor zijn ze gaan
ingegaan. Dit kantoor hebben ze helemaal gekocht. Hier staat nog een andere naam op, want deze foto heb ik heel in het begin al gekregen. Nu staat er boven heel mooi Hininske String Technologie. En hij is dus helemaal voor Skyway. Daar werken 1000 hooggekwalificeerde specialisten. En er bestaan 80 afdelingen en ontwerpbureaus. In totaal, de totale oppervlakte kantoor en productiefaciliteiten is op dit moment meer dan 10.000 vierkante meter. Dit is dus een productiefaciliteit. En hier zie je vooraan die met de witte kap. Dat is een productiefaciliteit, maar er is een nieuwe gekomen, een veel hoger gebouw. En hier kunnen ze dus alles testen. Voor de vracht- en passagiersstad en intercity, alles kunnen ze testen. En het laadvermogen is van 2 tot 35 ton. Dus dat is heel veel. En hier rechtsboven zie je het plaatje. Dat nu die ruimte die je op het linkse plaatje ziet is weg. En daar hebben ze rechtsboven in het hoekje, zie je daar een heel groot wit gebouw voor in de plaats gekomen. Dat is een hele nieuwe grote productiehal geworden. En dan zie je daaronder dat mensen daarin heel mooi kunnen werken. Dus dat is heel mooi. Maar zo zijn ze begonnen. In Minsk in 2015 hebben ze een oud vervuild militair terrein toegewezen gekregen. En dan zie je helemaal achterin zie je de vijver liggen. Hier staat in 2015 nog niks. De grond hebben ze afgegraven, die hebben ze proberen schoon te maken. En daarna zijn ze gaan bouwen. Ze hebben dus een computerschema gemaakt wat ze gingen bouwen. Dat zie je links in 2016. Wat ze ongeveer wilden gaan bouwen. En rechts zie je 2019 een luchtfoto hoe het er in 2019 uitzag. En dan zie je al verschillende spoorrails die gebouwd zijn. En je ziet er achterin de vijver. En nou wordt er op dit moment naast dit park een lijn aangelegd om daarachter naar de vijver toe te gaan. Dit stukje wordt 1125 meter. Zou je zo niet zeggen dat dit bijna een kilometer lang is, maar dat is echt. Dus het wordt 1125 meter om mensen van de weg dan naar achteren toe te kunnen vervoeren. Je wilt dus niet weten hoe het er nu uit zal zien. Dat weten wij dus geen van allen, want in 2019 zijn we daar de laatste keer geweest. 2020 zijn we niet geweest. En dit jaar zal het ook lastig worden. En waarschijnlijk zullen we dit jaar dus naar de Verenigde Arabische Emiraten gaan. Hier zie je een aantal lijnen en ook alle modellen die ze nu aan het testen zijn. Bovenin zie je de High Speed Unibus en als je onder die rails kijkt, dan zie je verschillende modellen hangen die daar op dit moment allemaal tegelijk getest worden en ja, steeds nog verbeterd. Maar ook in het Innovation Center in de Verenigde Arabische Emiraten, in het Emiraat Sharia, zijn ze druk bezig. Het ecohuis, de drie bovenste plaatjes zijn dus in feite in schaalmodellen, maar het plaatje rechtsonder is al echt. Het kleine plaatje naast rechtsonder is hoe toen ze aan het bouwen waren, maar nu zie je rechtsonder het ecohuis wat af is, de rotonde die ervoor ligt die af is, er zijn een aantal wegen al aangelegd die klaar zijn, ze gaan daar heel heel hard. En de eerste lijn van 400 meter is klaar. Achterin zie je dat ze nog aan het bouwen zijn aan het station. Maar het station is op dit moment al klaar. Dit is een foto van vorig jaar. Dit is een foto van de allereerste test die gedaan werd. En toen heb ik deze foto gekregen van de heer Vladimir Volkov. Die stuurde mij dat. En dat vind ik gewoon leuk om nog steeds te gebruiken. Want je ziet ook eronderin al de zand en alles nog. Wat nu allemaal weg is, wat mooie wegen aangelegd zijn. En linksonder zie je het station, wat je erachterin ziet, helemaal af. En daar zijn ze de container aan het testen. En die wordt nu constant, gaat die op en neer. En dan wordt er gewoon gekeken wat die allemaal kan, wat die mag. En alles, alle testen moet je aan bepaalde eisen voldoen voordat ze hier een certificering voor krijgen en een patent. Wat is de toekomst van Dubai? Ze willen dus, Dubai wil zelf de toekomstige mobiliteitsbehoeften voldoen voor de komende 100 jaar.
Ze willen dus een gegarandeerde duurzaamheid. En dat heeft Uniski String Technologies al kunnen laten zien. Rechts dat plaatje, die foto, daar zie je ook al dat ze aan het testen zijn met een andere wagon. Ze hebben de harde laag die om die kabels heen zit. Dat is iets wat carrosserie voorkomt om die voorgespannen draden dat ze niet gaan roesten. En die voorgespannen draden zitten in een harde omhulsel. En dat omhulsel is gevuld met een polymeeroplossing. En dat is dus ter bescherming tegen alle zware omstandigheden die in warm klimaat zijn, maar zeker ook in koud klimaat, vochtig klimaat. En al die dingen worden allemaal getest. En dit systeem vereist, door dit zo te bouwen, veel minder land, dus veel makkelijker infrastructuur, maar het belangrijkste, het verbruikt bijna 5 keer minder energie dan normale elektrische voertuigen. Dat is natuurlijk heel erg in lijn met de strategie van de Verenigde Arabische overheid in de Emiraten, dat die dit heel erg waarderen en het promoten. Dan is er ook nog samenwerking met partners. En dit is de partner waar ik er straks over had uit België. Het bedrijf Bekaert. En al die bekabeling die je daar ziet liggen, die is om aan een 2,5 kilometer lang traject te gaan hangen, om dat te plaatsen. En ze hadden eerst wel een kleine leverancier uit Wit-Rusland, maar die kon maar even iets leveren en dan heel lang niet. En het bedrijf Bekaert uit België, die zit in heel de wereld. Die hebben voor 29.000 mensen personeel in dienst, dus 29.000 mensen die werk hebben. Hier zie je een plaatje van ook in de fabriek. En zij kunnen een constante levering geven, ook straks als er nog meer gebouwd gaat worden, voor de bekabeling in alle landen. Dus hoe mooi is dit? Dan zijn er nog meer samenwerkingspartners. Dit is een bedrijf dat de verlichting levert en alle noodverlichting, alles meer. Dat is het bedrijf Mafelec. En die zorgt ervoor dat men aan alle Europese transportregelgeving voldoet. Dat is heel erg belangrijk, want Europa heeft veel strengere eisen en Uniski String Technologies gaat zorgen dat het ook aan de strenge eisen voor Europa voldoet. En het bedrijf Fusselprint, dat is een Oostenrijks bedrijf, die levert hoogwaardig hard gewalstaal, wat die harde laag is die kan zorgen voor 100 jaar veiligheid. Dat bedrijf heeft 500 kantoren over heel de wereld. In 50 landen. Die hebben gigantisch veel mensen in dienst. 52.000. En in het boekjaar 2018-2019 hadden ze een omzet van 13,6 miljard. Met een bedrijfsresultaat van bijna 1,5 miljard. Dat is een geweldig groot goed bedrijf. Dit is een kantoor van Fusselprint. Ze zijn onder andere ook leverancier van railsystemen naar andere bedrijven. Maar ze werken ook samen met Audi, BMW, Jaguar en Volvo. Ze hebben dus zich voorgenomen om wereldwijd ook de klimaatdoelstellingen te gaan behalen. En daardoor is Skyway natuurlijk een heel mooi bedrijf om ook mee samen te werken. Ze zijn in het park geweest, ze hebben alles gezien. Voordat ze met Skyway samen wilden werken, zijn ze in Minsk geweest en ook in de Emiraten. Om gewoon alles zelf te zien, alles te kunnen controleren, om te kijken of ze wel met dit bedrijf wilden samenwerken. En dat hebben ze gedaan. Nou, hoe geweldig is dat als je zo die goedkeuring krijgt en dat zij hun materialen gaan leveren. Dus dat is heel mooi. Maar waarom zouden wij investeren in Skyway? Het is een snaar transportmotor die gebruikt wordt en die elektriciteit opbouwt en die dus geen schadelijke emissie uitstoot in de atmosfeer. Voor de aanleg van een kilometer van deze snarroute is minder dan 100 vierkante meter land nodig. Dat is nog veel minder dan de oppervlakte van een bospad. Dat zie je hier linksonder. Die pilaren hebben een stuk op de grond nodig, maar alles gaat verder door de lucht. Alle andere dingen kunnen op de grond gewoon doorgaan. Dus de locatie boven de grond zorgt ook voor dat sterfte van dieren door botsingen veel meer verminderen. En het landschap blijft behouden. Bossen blijven bestaan, zuurstof kunnen ze blijven geven. Er zijn nog meer voordelen.
De bedrijfskosten bedragen minder dan de helft van het conventionele vervoer. En de elektrische voertuigen verbruiken veel minder energie dan auto's. Het is ook aanzienlijk goedkoper om te bouwen. En ook aanzienlijk goedkoper om te exploiteren, zoals de Hyperloop of de monorail. Het is een energiebesparende oplossing met de elektromotor die deels op zonne- en windenergie aangedreven kan worden. Maar er komt nog meer van, en daar weten we nu nog niet alles van. Maar er zijn nog meer voordelen, want er is 3 tot 5 keer lagere kosten dan de meeste betaalbare conventionele voersystemen die er nu zijn, zoals de wegen, spoorwegen en kabelbanen die aangelegd worden. Er zijn unieke elektropods van de Unicont die het mogelijk maakt om de standaard ISO-containers te vervoeren met een snelheid tot 120 km per uur voor een prijs van 1 cent per ton kilometer. Er zijn geen dure terminals nodig. Laad- en lostijden worden aanzienlijk verkort en belangrijke logistieke problemen waar heel veel bedrijven mee te maken hebben, die zijn daardoor opgelost. Die zijn er niet meer. Dit is de bouwplaats in Verenigde Arabische Emiraten in Sharjah. En dan zie je al een aantal van die pilaren die er staan, bogen. En daar moet straks dus de bekabeling nog doorheen. Maar ze moeten natuurlijk eerst alle bogen maken. Als die er allemaal staan, dan is de bekabeling op een gegeven moment snel erheen getrokken. Hier is al een filmpje wat ik gezien heb en waar ik een foto uitgehaald heb van links. Deze man, die geeft dus aan dat lijn 2, 1 is klaar, 2 en 3 is bijna klaar, daar zie je de bogen van staan. Maar lijn 4 wordt daar gebouwd. Er is nog een ruimte over, die wordt daar gebouwd en die gaat voor de langere afstand, voor de hoge snelheid, die daar getest wordt. En hij vertelt hier eigenlijk dat dat versneld aangelegd moet gaan worden. Want op het moment dat de wagon getest is op een snelheid van 500 km per uur, op dat moment stopt ons deel in fase 15. Dan is fase 15 nog niet afgelopen. Want daar zijn nog andere dingen voor nodig. Maar dan komen er andere dingen waar Skyway mee komt. En ja, dat wordt wel heel leuk. Dat zijn leuke dingen. Hier zie je nog even de wielen. En dan zie je de staal op staal wrijving. Dus het verbruikt veel minder energie dan auto's. Het is een energiebesparende oplossing met een elektromotor die deels door zonne- en windenergie kan worden aangedreven. En de rail zelf heeft die duurzaamheid van 100 jaar en voorkomt carrosserie doordat die 8 voorgespannen draden zijn omhuld in die polymeeroplossing. Sinds 2014 ontwerpt, bouwt en certificeert Uninsky String Technologie gepatenteerde PTSR-technologie. En onlangs hebben ze aangekondigd dat ze de overgang hebben gemaakt van de ontwerp-, test- en certificeringsfase naar serieproductie. Op open commerciële verkoop op de interne markt en internationale markt, en daar zijn ze al mee bezig. Maar het belangrijkste voor het zakelijke voordeel is de lage marktkosten van deze wegen, die beginnen bij 1 dollar per miljoen kilometer, wat dus 3 tot 5 keer goedkoper is. En door het gebruik van elektrische stroom en onbemand rijden en energiebesparende ingebouwde apparatuur, die bijna geruisloos is, ja, bijna geruisloos, is het een vervoermiddel dat bijna geen impact heeft op het milieu. Heel veel bedrijven hebben hier interesse in. Die hebben er interesse in getoond om nu er meer van te weten. Elke dag komen er nu delegaties die komen kijken en alles willen zien hoe dat het eigenlijk is. En ze vinden het natuurlijk heel belangrijk om deze Skypod, om die op en neer te zien reizen, want dat is weer een stapje verder. En Uninsky String Technologie zorgt ervoor dat het de laagste bezorgkosten op de markt heeft. Ze zijn 20% lager dan de meest betaalbare aanbiedingen voor zeevervoer. Terwijl de levering per spoor 2 keer zo duur is en op de weg zelfs 3 keer duurder. Dus bedrijven zijn heel erg geïnteresseerd om hier meer over te weten. Als je dan de belangrijkste uitdagingen voor de huidige hoge snelheidstransportsystemen zijn vooral de kosten. In Europa bedragen de gemiddelde kosten voor een aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer 30 miljoen per kilometer. En het jaarlijks onderhoud 100.000 per kilometer. Dat is veel. En als je dan de Hyperloop gaat kijken, dan verwachten ze schatten het op zeker 50 miljoen per kilometer. Maar het is nog in een conceptfase,
Dus het kan ook nog veel en veel duurder worden. En we weten allemaal dat het door de tijd heen steeds duurder wordt. De prijs wordt verhoogd voordat het allemaal af is. Als je dan kijkt van Jeninski stringtechnologie, de snelle bovengrondse wegen met een kostprijs van 5 miljoen per kilometer en weinig of geen onderhoudskosten. Dit gaat de industrie fundamenteel veranderen. Als we het samenvatten, is het bovengronds transport van Skyway Jeninski stringtechnologie innovatief, snel, veilig, economisch eenvoudig te integreren en milieuvriendelijk. Nou vragen mensen, kan ik hier ook in participeren? Heel veel mensen vinden dit wel leuk, maar ze weten eigenlijk nog niet dat ze hier ook een klein deel in kunnen bijdragen door het systeem sneller te laten bouwen. Want hier is geen één bank bij betrokken die een lening heeft gegeven. Dit systeem is helemaal gebouwd op giften van particulieren. En door de giften van particulieren die ze gekregen hebben, geven ze daar als bedrijf een tegenprestatie voor. En die tegenprestatie kunnen wij de mensen allemaal zelf vertellen. Dat is het leuke ervan, dat gaan we hier niet vertellen. Maar dat is een heel leuke tegenprestatie die nu we in fase 14 zitten. We gaan 14-1, we gaan bijna naar 14-2 op 21 juni. Dan krijgen we iets minder, maar de tegenprestatie is geweldig. En wil je daar meer van weten, dan neem maar contact op met de persoon die jou dit heeft laten zien. Want die kan er alles over vertellen. En dit is al heel mooi om te zien, want deze mensen zijn naar Vietnam gegaan. En in Vietnam zijn gesprekken gevoerd. Men had eerst alles digitaal via het internet gedaan. Maar die mensen wilden gewoon iemand in het echt zien. En die wilden handtekeningen gezet hebben. Want ze wilden met het Jeninski stringtechnologie verder gaan werken. En deze twee mensen, links is František, rechts is Maslov, die zijn naar Vietnam gegaan. Ze zouden daar 3 weken rondreizen om overal met de bedrijven te gaan praten en handtekeningen te zetten. Ze moesten daar van tevoren 14 dagen in quarantaine. Daar hebben ze rekening mee gehouden. Ze gingen daar naartoe. Je ziet hoe ze ingepakt zijn, schoentjes ingepakt, helemaal in een plastic overal, mondkapjes voor en ook nog handschoenen hadden ze bij. En zo zijn ze gaan reizen naar Vietnam. Toen ze daar aankwamen, was de verrassing geen 2 weken in quarantaine, maar 4 weken. Ze hebben 4 weken op een kamertje gezeten in een hotel. De eerste 2 weken in een speciaal hotel door Vietnam aangewezen. Daarna mochten ze naar een iets fijner hotel. Daar hebben ze ook nog 2 weken gezeten waar ze elke week 2 maal gecontroleerd werden. En na 4 weken werden ze losgelaten. En toen hebben ze in die laatste week dat ze daar waren, versneld overal naartoe gegaan, met heel veel mensen gesproken en heel veel handtekeningen gezet kunnen krijgen. In Vietnam wil iedereen meedoen met dit transport. Wij hebben informatie gezien over Vietnam, die geweldig is. Wij kunnen het nog niet delen, want wij moeten wachten tot we het officieel van Jeninski stringtechnologie gehoord hebben. Zolang als het nog niet officieel is, kunnen er nog dingen veranderen. En wij gaan alleen maar de dingen vertellen die officieel zijn, zodat wij geen verkeerde informatie naar buiten brengen. Dus we gaan waarschijnlijk in de komende weken meer horen. Dan kunnen we jullie meer vertellen. Maar we hebben met dit eigenlijk al zo'n geweldig nieuws. Want deze containervervoer, dat weten we dat ze daar ook interesse in hadden. Maar ook in passagiersvervoer, in trajecten. Dus we gaan later de trajecten nog wel horen waar het allemaal over gaat en wat er nog meer is. Maar er zijn nog meer landen die erin aan zitten te komen. Dus we gaan waarschijnlijk, denk ik, na oktober veel meer horen. Maar al kleine beetjes tot oktober gaan we wel iets meer bekendheid aan dingen kunnen mogen geven, denk ik. Maar dat komt nog. Dus hou de webinars in de gaten, want wat we mogen vertellen gaan we doen. Ik vond het leuk om dit plaatje nog even heel groot hier neer te zetten. Dat we echt zien hoe milieuvriendelijk dat het is. Dat je, als je kijkt bovenin, elke container die er boven overheen gaat, is in feite een vrachtauto. Als je dan deze vrachtauto's moet bedenken dat die over een weg hierheen moesten rijden, dan hadden die dieren geen schijn van kans gehad. Als je nu ziet hoe de dieren hier kunnen leven, dan denk ik dat we in een heel mooi bedrijf zitten, wat we ondersteunen, wat we graag ondersteunen en waar we zelf straks nog voor bedankt worden. Hoe mooi is dat?
Om er nog eens meer van te weten, zijn hier een aantal officiële websites waar we naartoe kunnen gaan, waar we kunnen kijken. Mensen die een bijdrage hebben gegeven, die kunnen dus zien. Was dat jammer dat vanaf Vietnam gedeeld het geluid slecht was? Oh, sorry. Dan zal ik het nog een keer gaan vertellen. Dan zal ik wel langer dan een uur erover doen. Maar ik zal het zo meteen, zal ik nog even teruggaan om Vietnam te vertellen. Even dit dus. Hier zie je dus de linken die er allemaal zijn. Waar we kunnen gaan kijken. Maak er dadelijk even een foto van. Dan kun je naar verder gaan kijken. Je mag ons ook altijd bellen om te vragen hoe het is. En dan ga ik even terug naar van Vietnam. Even kijken. Dit dus. Of nog eentje eerder. Nee. Deze. Ik ga het nog een keer vertellen. Twee keer dubbel. De heer František en Maslov. Links is František. Rechts is Maslov. Die zijn in Vietnam geweest. In Vietnam, daar moesten ze 2 weken in quarantaine. Wisten ze. Ze zijn daar naartoe gegaan om 2 weken in quarantaine te gaan. En 3 weken om met bedrijven te gaan praten. En toen ze in Vietnam aankwamen, kwamen ze voor de verrassing te staan dat ze geen 2 weken in quarantaine moesten, maar 4 weken. Eerst 2 weken in een apart hotel, verteld door Vietnam zelf waar ze naartoe moesten. Daarna mochten ze naar een iets luxueuzer hotel, maar ze werden 2 maal in de week gecontroleerd en ze werden gecontroleerd of ze toch echt niet van hun kamer afkwamen de eerste 2 weken. De 2 weken daarna mochten ze wel de gang op in een ander hotel, maar ze werden wel streng gecontroleerd. Na die 2 weken hebben ze 1 week de tijd gehad om naar de bedrijven toe te gaan, met mensen te praten en handtekeningen te zetten. Want hun voornaamste doel was, er waren contacten geweest, allemaal digitaal, maar de mensen in Vietnam die wilden ze persoonlijk ook zien, persoonlijk spreken en er moesten handtekeningen gezet worden, wilden ze verder kunnen. En ze zijn dus in die laatste week heel snel naar alle bedrijven gegaan, flink door Vietnam heen gereisd om overal belangrijke handtekeningen te zetten. Ook rechts het containervervoer is ook al bekend daar, weten ze ook meer van. Maar op dit moment hebben ze vooral de handtekeningen gezet voor het passagiersvervoer. Dat is wat wij nu weten. Een aantal trajecten zijn er. Ik dacht 3, maar laatst hoorde ik 5. En dat zijn stukjes trajecten dat ze alvast kunnen bouwen op de belangrijkste knelpunten. Maar die worden later aan elkaar gehangen. En dan krijg je 1 heel lang traject. Maar dat hebben ze daar allemaal kunnen bespreken. Er zijn handtekeningen gezet. Wat daar precies besproken is, weten we nog niet. Dat krijgen we nog te horen. Maar dat kan pas als echt alles helemaal 100% in orde is. En er geen kink meer in de kabel kan komen. Dit is nu natuurlijk al wel heel erg belangrijk geweest, die handtekeningen. Dus dat is allemaal definitief, maar er komt nog meer. En daardoor zal er nog niet veel naar buiten komen. Maar ook omdat de Verenigde Arabische Emiraten natuurlijk ook het voordeel hebben gekregen om dit als eerste allemaal naar buiten te brengen. En dus Juninski Stringtechnologie moet wachten met al hun informatie die ze al hebben achter de schermen naar buiten te brengen. Want de Verenigde Arabische Emiraten hebben gezorgd dat Juninski kon gaan bouwen in warm klimaat. En daardoor weten we nu dat alles getest kan worden in koud en warm klimaat. En dat is heel belangrijk, want het is toch een heel andere manier van bouwen. En dat hebben ze nu. En daar hebben ze de Verenigde Arabische Emiraten het voordeel gegeven dat die alles bekend mogen maken. En nu zien we ook dat er veel journalisten daar komen op radio, tv-zenders. Je hoort al overal van alles over. Even wachten, oh, nee, het staat iets meer anders. Dat je hoort al op radio en tv dat journalisten gekomen zijn die veel willen weten, het park willen bezoeken, alles willen zien en er als eerst over willen schrijven. Want dat is wat journalisten willen. Die willen als eerste iets nieuws vertellen als ze weten dat er iets goeds aan zit te komen. En nu komen al die journalisten. Dat is geweldig. En door wat er nu in Vietnam is gebeurd en dat al naar buiten gebracht is, zien wij gewoon in Vietnam heel veel mensen die hier een bijdrage willen leveren om dit vervoer snel te kunnen bouwen. Dus we gaan er in de toekomst meer over horen. Voor dit moment is dat het. En gaan wij, moet ik nu even toch mee stoppen, dat ik niet meer kan vertellen.
komen nog andere landen aan, maar dat is nu nog niet aan de orde. Dus dat is even voor de tweede keer het verhaal over Vietnam. Ik hoop dat ik nu duidelijk ben geweest. En anders dan kom je volgende week gewoon terugluisteren. Dan is er Earl. Die kan het misschien nog duidelijker uitleggen. Die gaat het volgende week vertellen. En elke week gaan wij zorgen dat we nu een presentatie geven. En als we iets nieuws hebben, dan vertellen we het hier als eerste. Ga ik even naar de volgende plaatje. Dit hebben jullie ook gehad. Wil je meer weten? Dit zijn onze telefoonnummers van Earl en van mij. Je kunt ons altijd bellen. Maar de persoon die je hier uitgenodigd heeft om te komen luisteren, zal er ook heel veel van weten. Maar je mag ons altijd bellen. Als we niet op kunnen nemen, zet even iets in de WhatsApp. Dan kunnen we altijd terugbellen, want we zijn natuurlijk druk en we worden wel meer door mensen gebeld. Maar we willen iedereen netjes te woord staan. Daar zijn we voor, daar zijn we hiervoor voor aangesteld. Om het netjes te vertellen, om de mensen in Nederland en in België hiervan op de hoogte te stellen. Niet echt voor België, maar wel voor mijn team in België. Ik heb ook een team in België, waaronder ik zie hier Koert in zitten. Dus die komt uit België. En ze is ons team en wij zorgen er gewoon voor dat we de mensen in heel België en heel Nederland op de hoogte houden. Die kunnen ook Nederlands, dus die kunnen gewoon de Nederlandse webinars volgen. Wij zetten morgen in de Skype-groep de opname van deze webinar, zodat jullie morgen dit nog een keer terug kunnen luisteren. Want officieel hadden wij hem voor morgen aangekondigd, maar ja, door omstandigheden is hij in Skyway op vandaag geplaatst, dus gaan we hem vandaag laten zien. Dus neem onze telefoonnummers over en dan kunt u ons altijd bellen. En ik hoop u volgende week terug te zien in